Welkom terug bij Rekentube. In deze video leg ik uit hoe je een boxplot kan maken en overige centrummaten kan bepalen met je grafische rekenmachine, in dit geval de HP Prime. Allereerst ga je dit doen van een enkele rij getallen. Om de getallen in te voeren ga je naar de apps op je rekenmachine en kies je voor de app Var1 statistieken. Je komt dan in het scherm waar je lijsten kan maken. In dit geval maak je één lijst met getallen. Je voert de getallen in en je kan dit met de enter-toets bevestigen. Als alle getallen zijn ingevoerd, klik je in je scherm op stats. Je krijgt nu alle waardes die je moet weten in beeld. De n staat voor het aantal waarnemingen. Daaronder zie je de waarden die je kan gebruiken voor het maken van een boxplot: het minimum Q1, de mediaan, Q3 en het maximum. De grote sigma x is de optelling van alle gegevens en de x met het streepje erboven staat voor het gemiddelde. Het gemiddelde van deze getallen is 36,5. De berekening voor het gemiddelde kan je dus 365 gedeeld door 10 noteren. De kleine sigma x is de standaarddeviatie van de steekproef. De Sx, wat ook staat voor standaarddeviatie, is een schatting van de standaarddeviatie van de populatie. Hoe groter de steekproef. Hoe dichter deze twee bij elkaar liggen. Als er gevraagd wordt naar de standaarddeviatie, wordt over het algemeen die van de steekproef bedoeld. In het tweede voorbeeld gaat het over de leeftijden van een groep leerlingen. Hier hebben we naast de lijst met leeftijden ook een lijst frequenties. Dus hoeveel leerlingen er van een bepaalde leeftijd zijn. Via de app kom je weer in de lijst en je vult de leeftijden in bij lijst 1. Vervolgens vul je de frequentie in bij de tweede lijst. Daarna moet je via de symboltoets kiezen voor de juiste lijsten. De eerste lijst, D1, staat voor de waarden, hier de leeftijden en de tweede lijst voor de frequentie. Via kolom in je scherm kies je nu voor D2, want daar staan de frequenties. Je bevestigt deze lijsten met OK. Als je nu via de num toets weer naar je lijst gaat, kan je rechtsonder in je scherm weer op stad drukken. Ook hier zie je weer de vijf getallen benodigd voor een boxplot en het gemiddelde, nu het gewogen gemiddelde. Hoofdletter sigma met de som van alle waarden en is nu het aantal frequenties opgeteld, en kleine sigma is weer de standaardafwijking. Dan nog even een extraatje. Via de knop symbol kan je een boxplot in beeld krijgen. Zorg daarbij wel dat je scherminstellingen goed staan. Ook kan je een lijndiagram en een staafdiagram maken. Daarbij moet je opletten dat je maar één lijst selecteert en dat moet dan lijst 2 zijn. Tot zover deze uitleg. Wil je meer leren? Klik dan op abonneren. Bedankt voor het kijken en tot ziens bij Rekentube.